Vandaag fietsen we van Spa naar Valkenburg. Goede concentratie is vereist. Spectaculaire afdalingen en korte technische klimmetjes volgen elkaar in hoog tempo op. In het tweede deel van de etappe wordt er gereden over geweldige singletracks in het mooie Münsterwald. Om vervolgens via de vaste routes in Zuid-Limburg te finishen in Valkenburg. Davy is onze mascotte en die is in februari overleden. En ja, dat gebeurt er dus. Als je Duchenne hebt, dat wil je niet. En dat is waar wij voor fietsen. In 2006 heb ik nog wel eens gedacht, misschien helpt het Davy ook. En gaandeweg de edities wordt het je... Ja, hoe meer je weet over de ziekte, hoe meer je ook leert dat dat helaas niet, nu nog niet zo is. Wat ik bijzonder vind, wat je ook bij echt veel kinderen ziet die Duchenne hebben, is die vechtlust. Want Davy Hij wilde niet dood. En terwijl zijn ouders tegen hem hebben gezegd, jongen, laat het gaan. Want het lukt niet meer, dat lijkt me... Ja. Ja, dat is afschuwelijk. Meedoen aan Duchenne Heroes maakt al dat het dichtbij komt, maar ja, afscheid nemen van je eigen team, mascotte, het is vooral het zien van wat bij zo'n familie teweeg brengt, onvoorstelbaar hoe verschrikkelijk dat moet zijn. En dat is dan ook waar wij het voor doen, dat niet meer hoeft. Precies. Precies. Wij doen mee aan Duchenne Heroes omdat ik al ruim anderhalf jaar fanatiek aan het mountainbiken ben. En hiermee het sportieve met een goed doel kan combineren. We hebben de link met Duchenne Heroes. Het verhaal van Sander van der Ham, een jongen die is 2 jaar geleden overleden aan de gevolgen van Duchenne. Ik heb... Tot 4 jaar geleden heb ik in de lichamelijk gehandicapte sector gewerkt. Daar heb ik een jongen begeleid die ziekte van Duchenne had. Meerdere jongens, maar van 1 jongen was ik persoonlijk begeleider. Hij kwam bij ons over de vloer om te eten en eigenlijk weer weg te gaan naar het theater. Ik heb ook nog diverse malen ben ik bij Caroline op de werk geweest. Daar heb ik hem ook gezien en gesproken. En ja, hoe mate je elkaar meer ziet, die band die wordt wel iets meer. Die jongen is 2 jaar geleden is die overleden, maar de band met zijn ouders die bestaat nog steeds. Sander die heeft toch eigenlijk wel een behoorlijke impact gehad in mijn leven. En
Ja, ik zei altijd gekscherend als we daar door de bossen aan het rijden waren. Dat ja, volgens mij zit hij op zijn wolkje toch over mijn schouder mee te kijken. Met een glimlach op zijn gezicht. Ja. En dat geeft ook wel een heel leuk gevoel. Dat maakt het hele verhaal ook compleet. Wij als partners zijnde samen aan een project kunnen werken. Wat ons heel nauw aan het hart ligt. En dat is eigenlijk, het cirkeltje is gewoon rond bij ons. Het staat zo dichtbij. Dit is eigenlijk was een onderwerp in ons leven en is nog steeds een onderwerp in ons leven. En dat maakt het juist heel mooi. Ja. Succes met de volgende 3 dagen. Ik ben op zoek naar Haarlemmermeer voor Duchenne. Ja, dat zijn wij. En ik ben op zoek naar Wim. Wim! Sta je nog in je blootje? Heb ik dat? Wim, ik heb begrepen dat jij ook graag filmbeelden maakt. Ja, dat klopt. Ja. Nou zijn wij eigenlijk nog op zoek naar wat fietsbeelden. Oh, ja, ik heb gewoon maar wat gerommeld. Ik had ook begrepen dat er iets mis was gegaan. Ja, een paar keer met het doppie erop. Gewoon te lang, weet ik veel, dan loop je even te slapen en dan zit je doppie er niet op. Of hou je doppie niet erop? Of houd het er niet af, nee. Ja, kijk, daar gaat het eigenlijk al fout. Ja, precies. Ja. Dus. Oh, nou ja, dankjewel. Want de volgende keer moet je natuurlijk niet meer dopje erop laten zitten. Nee, dat is niet handig, nee. Vijfde etappe van Duchenne Heroes 2012 gaat van Valkenburg naar Herkenbosch. Na het eerste checkpoint gaat het parcours over de Brunsumer Heide en volgen er mooie technische delen van de Schinveldroute richting de finish in Herkenbosch.